Dank u, voorzitter. Ik wil allereerst kort iets zeggen over het Oekraïne steunpakket. Daar gaan we miljarden naar Oekraïne. Het is bekend, Forum voor Democratie is daartegen. Wat ons betreft is het niet onze oorlog. Moeten we aansturen op vrede? Moeten we geen olie op het vuur gooien? Dit gaat weer miljarden euro's kosten, terwijl heel veel Nederlanders kunnen niet eens rondkomen. Het aantal daklozen neemt toe, dus dit is totaal onverantwoord. En we zullen met twee moties komen. De eerste motie is al een keer eerder ingediend. Dat is een motie die, het kabinet vraagt om de Europese begroting niet verder te verhogen als dat mogelijk is. Met onze steun gaat die denk ik halen. En we komen ook met een sterkere variant van die motie. Die is eerder ingediend, maar weer ingetrokken nadat de minister-president had gezegd van nou, die ga ik niet uitvoeren. Die ga ik niet uitvoeren. En als de Kamer wil dat ik hem uitvoer, dan moet er een motie van wantrouwen komen. Dus met die motie van wantrouwen komen we dan ook. En het is, ik hoop echt dat de andere partijen overwegen om die motie te steunen. En waarom? Omdat dit kabinet er een gewoonte van heeft gemaakt, en we hebben het de afgelopen paar maanden gezien, sinds het demissionair is, om moties te negeren. Dit is één voorbeeld. We hebben natuurlijk Het is wel gebruikelijk dat moties in de tweede termijn worden ingediend. U mag uiteraard een vooraankondiging daarvan doen. Maar normaliter wordt de premier in de gelegenheid gesteld om zijn reactie te geven op onze eerste termijn inbreng. En dat u daar even van op de hoogte bent, gaat wel van uw tijd af. Microfoon, alstublieft. Het is inderdaad een vooraankondiging. En de president heeft er zelf om gevraagd, bijna om gesmeekt om een motie van wantrouwen. Dus dat kan ik hier ook wel aankondigen. En ik hoop dus dat dat steun krijgt. Want vorig jaar hebben we gezien, bijvoorbeeld bij de motie Leijter rond de Europese digitale identiteit, heeft de Kamer gezegd, we willen geen verdere stappen in Brussel. Het kabinet heeft het toch gedaan. Van Huffel heeft het toch gedaan. We hadden deze week een technische briefing dat die digitale identiteit komt er eind 2026 in Nederland. Vorige week weer motie van tijdens het pensioendebat, vicepremier Schouten, ga ik niet uitvoeren. Dus ja, we staan hier eigenlijk allemaal voor gek, vind ik, als Tweede Kamer, omdat we dit maar laten gebeuren. Dus ik hoop echt dat het gesteund wordt. We moeten van dit kabinet af, anders hebben deze debatten ook geen zin. Dus wij komen met de motie van wantrouwen. Dan het tweede onderwerp wat ik wil aankaarten betreft natuurlijk, en ik heb er al een debat voor aangevraagd ook, dat is afgewezen vandaar dat ik het hier benoem, de opmerkingen van Koning Maxima gedaan tijdens de top van het World Economic Forum in Davos. Het World Economic Forum, zoals u alle weet, is natuurlijk een omstreden organisatie. De baas daarvan, Klaus Schwab, die heeft gezegd met trots, iedereen kan het nakijken, dat hij wereldwijd kabinet heeft gepenetreerd. Ja, de minister-president, hij lacht erom. Ik vind het niet grappig. Heeft ook een tasje met de opstaan World Economic Forum. Ja, daar zijn we ook mee bekend. En ja, daar zou de regering helemaal niks mee te maken moeten willen hebben. Laat staan dat het Koningshuis daar wat te zoeken heeft. En onze koning is daar dus weer naartoe gegaan, samen met de zware delegatie van het kabinet. En dan gaat ze daar zitten en doet ze ook nog eens de meest controversiële uitspraak eigenlijk die maar kan doen. Namelijk, het is goed om een Europese... Het is enigszins bezijden de agenda van de Europese top. Dus ik wil u vragen om toch de punten die op de agenda staan eigenlijk aan te houden. Ja, dank u, voorzitter. Jammer dat u dit zegt, omdat, zoals u ook weet trouwens, tijdens het plenair debat, tijdens de regeling, hebben wij het aangevraagd. En toen is ons gezegd door de Kamer, door uw collega Raymond de Roon, kaart het hier aan. Kaart het aan in dit debat. Dus dat is wat ik nu doe. De premier zit hier, hij is verantwoordelijk voor het Koningshuis. Dus het is volstrekt logisch dat ik dat nu even hier aankaart. Daar kan echt geen bezwaar tegen worden gemaakt. En ja, de koningin heeft daar dus uitspraken gedaan en heeft ook nog eens die Europese, die digitale identiteit gekoppeld. Ik hoop dat u heeft, kunt wat stiller zijn hiernaast. Voorzitter, wij kunnen helemaal niet. U heeft een interruptie van de heer Klaver. Ja, voorzitter, wij kunnen helemaal niet stiller zijn. De voorzitter heeft u terecht aangesproken op een punt wat niet op de agenda staat. Dan is het goed gebruik om u heeft uw punt kunnen maken, u heeft er veel ruimte voor gekregen, dan is het klaar. Ik zou ook willen oproepen dat ook gewoon te doen en even naar de voorzitter te luisteren. En anders dan vermaken we ons prima hoor, uw tijd is bijna om. Ja. De heer Van Houding. Ja, ik maak mijn punt, dus dan zult u dan hier een bezwaar tegen moeten maken. Dus de koning heeft dat gedaan en mijn vraag aan de premier is van wat vindt hij van die uitspraken? Is dat regeringsbeleid en is het verstandig dat het Koningshuis deze uitspraken doet? Ja. Collega, dat voorkwam gelijk dat dit totaal buiten de orde is. En ik stel voor dat we het ook buiten de orde verklaren. En dat de heer Van Houwelingen verder gaat met andere punten die hij nog heeft die niet raken aan... Ik heb net gezegd dat de heer Van Houwelingen op een punt ingaat dat niet op de agenda staat. Hij heeft zijn punt gemaakt, hij heeft een vraag gesteld. Het is aan de premier om te bepalen of hij daar antwoord op kan geven in het licht van deze vergadering. En ik zou de heer Van Houwelingen willen voorstellen om zijn betoog voor te zetten en toch rekening te houden met wat er hier vandaag op de agenda staat. Best wel schandalig. Ja, ik zal hem even kort op ingaan dan maar. Dat zal weer van mijn tijd afgaan. Het is echt best wel schandalig, want we hebben dit thema
keer op keer proberen aan te kaarten. In de plenaire, ik licht het even toe. In de plenaire zaal. U heeft anderhalve minuut ongeveer uw punt kunnen maken. Ik heb u ook nog uit beleefdheid uw vragen laten stellen. Maar het zou u wel sieren als u nu verder uw betoog vervolgt, of als u geen bijdrage meer hebt om uw betoog af te ronden. Maar in elk geval in te gaan op wat er vandaag op de agenda staat. En dat is de Europese top. En de situatie in Israël en Gaza, zoals besloten tijdens de regeling van werkzaamheden van afgelopen dinsdag. Ja, dan, het woord aan u. Ja, dank u, voorzitter. Dan wil ik hier toch een punt van orde maken. Omdat wij dit regelmatig hebben aangekaart. Wij krijgen geen debatverzoeken toegewezen. Dan wordt ons verteld om dat in een commissiedebat aan te kaarten. Is mij gevraagd afgelopen dinsdag. Dat is wat ik hier nu doe door andere Kamerleden. Dus hoe kan daar nou bezwaar tegen worden gemaakt? En het gebeurt al vaker dat thema's worden aangekaart die in het verlengde liggen van het debat. Dus ik vind het echt schandaal. En ik ga toch over mijn eigen woorden. Ik wil, niet ik wil hierbij ik punten maken. En dat kan ik niet doen. Omdat anderen daar bezwaar tegen hebben. Ik heb u uw verhaal laten doen. Ik heb u uw vraag laten stellen. Collega Klaver en Pater Notte die geven terecht aan dat het bezijdens de agenda is. En ik zou u gewoon willen vragen om verder uw betoog te vervolgen op het gebied van de Europese Unie, de Europese Raad die op de agenda staat en eventueel uw tijd te wijden aan Israël, dan wel Gaza. U heeft uw punt gemaakt over het WEF. U heeft uw punt gemaakt over de koningin. U heeft de vraag kunnen stellen. Het is aan de premier om te bepalen of hij daar een antwoord op kan geven in het licht van deze vergadering. En ik wil verder gewoon de orde handhaven dat we dit debat netjes verder vervolgen zoals het de bedoeling was. En ik hoop dat u dat respecteert, ook namens de collega's. Ja, ik vind het echt schandalig. Dan zal ik hier maar mijn tijd aan besteden om de resterende tijd om te zeggen hoe schandalig dit is. Wij willen dit keer op keer aankaarten. Het is een burgerinitiatief geweest, ook om dit aan te kaarten, afgewezen. We hebben verzoek gedaan in de plenaire zaal, afgewezen. Nu zit de premier, hij is net terug uit Davos en ik wil het aankaarten. Collega. En het gebeurt veel vaker dat de thema's worden aangekaart die niet rechtstreeks op de agenda staan. Dus collega. Ik word als enig afgekaart omdat ik dat doe. We hebben u de tijd gegeven. Ik heb u de vraag laten stellen. Ik had u ook al bij het eerste moment kunnen afkappen op het moment dat u over iets begon wat niet op de agenda stond. U heeft uw punt kunnen maken. Sorry, voorzitter. Ik heb mijn punten niet kunnen maken. Ik heb nog punten staan. En die kan ik nu niet maken. Dus mij wordt nu door u, door de collega's hier op dit onderwerp, laten we dat even markeren, wilt ik namelijk voor de mond gesnoerd. Ik kan die punten nergens maken. Nergens. Uw mond hier wordt niet gesnoerd. Mag ik klaargaan? U hebt net, u hebt bij de regeling van werkzaamheden een verzoek gedaan. Dat is niet door een meerderheid gesteund. Ja, en ik was erbij. Helaas werkt dat nou eenmaal zo, dat als u geen meerderheid krijgt voor een verzoek, toen heeft uw collega Raymond de Roon gezegd, kaart het hier aan. Heeft hij gezegd tegen mij. Als dat zo zou zijn geweest, heeft de heer Raymond de Roon in zijn eentje geen meerderheid. Er is geen steun van de meerderheid van de Kamer voor een debat. Dus wij kunnen dat debat hier ook niet gaan voeren. En ik zou u willen vragen om u te beperken tot wat er op de agenda staat. Ik denk dat u voldoende gelegenheid heeft gehad om uw punt te maken. U bent 3,5 minuut, bijna 4 minuten in uw betoog. Waarop u wordt geattendeerd op het feit dat u over zaken praat die niet op de agenda staan. Ik heb het zover als mogelijk heb ik dat toegelaten. Ik zou u toch echt willen vragen om nu dat we verder gaan ons debat vervolgen. En als u geen andere punten meer hebt, dan wil ik het woord aan de volgende collega geven. Maar u heeft nog 2 minuten, dus het woord is aan u. Ja, het punt wat ik nog op de agenda had staan was inderdaad vragen over de World Economic Forum. Of het wel of niet de praatclub is. Daar had ik eindelijk het debat een beetje met mee kunnen voeren. Ik denk dat heel veel mensen het ook interessant hadden gevonden. Maar dat kan dus niet, omdat mij hier nogmaals door de meerderheid van de slaapkamer, dat is wat het hier is, de mond wordt gesnoerd. Dus ik kan het debat niet voeren. Het spijt me, mensen. Dus ja, ik ga maar weg. Dank u wel.